Het lijkt een hele oude tekening, maar het is eigenlijk vrij recent gemaakt. Maar het gaat wel over een hele belangrijke historische gebeurtenis voor Vlaardingen. Dit beeld, de slag bij Vlaardingen uit in 1018. Nu nog een tekening, maar dit moet één groot borduurkleed worden. En dat wordt hier gemaakt. Volgend jaar moet het klaar zijn. En de reden is dat dan die slag van Vlaardingen weer bekend wordt. Want waar ging het eigenlijk over? Nou, we hadden hier een leenheer en die moest zijn tol afdragen aan de keizer van Duitsland. Maar de leenheer die dacht bij zichzelf, ik hou het lekker voor mezelf. De keizer uit Duitsland die dacht, ik ga mijn tol halen. Dus die bracht eigenlijk een heel groot leger op de been. En die kwam hier toen in het sompige moeras van Vlaardingen terecht. Maar die kwamen eigenlijk vast te zitten. Daardoor werd een groot leger van de keizer eigenlijk verslagen door een klein legertje van Dirk de Derde. Had u er wel eens van gehoord, de slag bij Vlaardingen? Nee. Nee. Hoeveel dames heeft u nu bereid gevonden om mee te doen aan het borduren? Een stuk of 30 die al echt daadwerkelijk bezig zijn. Maar de wachtrij wordt steeds langer. Ongeveer een centimeter uit elkaar die steek. Halve centimeter. Nee. Want het is best nog ingewikkeld. Het is een oude techniek, een oude steek eigenlijk die jullie doen. Ja, een hele oude techniek. Ja. Dus dat moet eerst geleerd worden? Ja. En dan pas kan er op het grote linnen geborduurd gaan worden? Ja, eerst een proeflapje. En als dat goed is, dan mag je pas op het grote doek. En hoe lang gaat het duren voor het helemaal klaar is? Ja, een jaar, anderhalf jaar. Hoe bijzonder is dit kleed eigenlijk als het klaar is? Het is eigenlijk het begin. Het begin van ons bestaan hier als Vlaardingers en daarom is het voor ons toch wel erg belangrijk.